Ja, kijk, voor de kijker is het natuurlijk heerlijk, want ze willen natuurlijk uiteindelijk allemaal die romantiek zien, dat sprookje waar iedereen toch in blijft geloven. Maar ook stiekem die ontzettende ongemakkelijke momenten. En ja, mensen gaan daar toch voor zitten. Maar wat ik ook heel veel hoor, is dat mensen er ook veel van leren. En dat vind ik dan weer heel leuk. En, maar bij Married zie ik natuurlijk aan de achterkant hoe we het matchen, hoe het dan samenkomt en hoe het dan uiteindelijk gaat. En ja, daarin zie je ook wel, er gebeurt zoveel tussen die mensen. Dat is echt ja, geweldig. En ja, ik vind het mooi dat er dus een publiek is die echt meeleeft en ook een beetje van die mensen gaat houden. Dus dat is gewoon een heel mooi proces. Denise, jij bent gastvrouw bij First Date. Nou ja, ik denk dat iedereen jou wel kent inmiddels. Waarom denk jij dat het ons wel aantrekt? De liefde, het programma. Nou, eigenlijk wat liefde. Eveline zegt, het is de awkwardness ook wel. Maar het heeft ook de cringe. Ja, de cringe. Gaat, heb je daar last van? Ja, zeker. Het gaat af en toe wel een beetje ver. Ik zit zelf ook af en toe te denken, oh. Maar de mensen herkennen zichzelf. Ja. En het is de nieuwsgierigheid naar... Wat als? Ja, de hoop ook misschien wel. Misschien ook wel, maar je herkent jezelf in iedereen. Want er komen zoveel verschillende mensen voorbij in het programma. Maar daarnaast ook, de liefde is mooi. En de awkwardness hoort ook bij de liefde. Ik bedoel, ik heb mijn man nu al 14 jaar bij me. Ja. Maar we hebben af en toe nog wel die awkwardness. Ja.